Jullie zijn de organisatie van de Lage Veldtour. Hoe was het om zo'n tocht te organiseren voor de eerste keer? Nou, in eerste instantie dacht ik van, dat doen we wel even. Maar nagelang de tijd vorderde, dacht ik van, dat is dan best wel een beetje werk. Henk, ja. Wat was jou het... Ik vond het ook heel spannend, vooral de laatste weken eigenlijk. Daarvoor vond ik het heel relaxed, maar de laatste week vond ik het toch wel spannend. Maar vooral van, hoe is de opkomst? En wat ik nou dan zie hier zo, vind ik het heel mooi, erg mooi. Ja. Arie, ben jij ook tevreden wat je ziet nu? Ja, zeer tevreden. Als je ziet wat de opkomst is op het ogenblik, dan mogen we zeer tevreden zijn. Ondanks het weer, of het regent, we zijn echt tevreden. Jullie Jelmer, hartelijk welkom heten hier op het Lage Veld. Dan wens ik jullie heel veel plezier en geef ik nu eigenlijk... Ja, het startschot over aan de burgemeester. Jongens, veel plezier hè? En kom maar gezond weer terug. Daar gaan we. Tot ziens. Succes! Hoeveel kilometer? 35. Ja. Oh, wat goed. Wat een hel. Nou, ik heb ze wel erger gezien vandaag. Ja. Gaat goed, Jan? Ja. Goed bezig, jongen. Goed gedaan. Ja. Hoi, ben je erbij?
Alle lintjes verhalen? Ja, heb je ze nageteld? Ja, ik wel. Mooi. Op het ogenblik zijn we aan het uitmeten waar de schilderijen moeten komen te hangen. Want op deze band achter mij komen dus een heleboel schilderijen die allemaal met Almelo te maken hebben te hangen. In het Stadsmuseum. En die moeten dus op een bepaalde volgorde hangen die door de ontwerpers is uitgedacht. Toen ik hier begon, mij bezighouden met de muntenverzameling te ordenen en de penningen die er waren te ordenen en beschrijven. En toen dat afgelopen was, na 10 jaar... ben ik met dit werk begonnen. Ja, wat deed u voor die 10 jaar? Ik was leraar. En hier in dit hele herinrichtingsgebeuren, hebt u daar ook een speciale functie? Ja, ik heb de coördinatie van alle werkzaamheden op mij genomen. Wanneer de schilder moet komen en wanneer de ruimtes leeggemaakt moeten worden en wanneer er, nou ja, noem maar op, dan moet ik dus zorgen dat het gedaan wordt. Die hele grote zware. Wij zijn bezig met een herinrichting. Wij willen onze collectie thematisch inrichten. En ja, daarvoor moet het museum helaas nu toch even dicht, want er moet geschilderd en verhuisd en afgebroken voordat je het weer mooi kunt maken. Dus er is een enorme groep vrijwilligers al een tijd lang bezig om dat in goede banen te brengen. De officiële opening zal zijn op 20 februari. Dit weekend, nu eigenlijk, is men bezig met het inrichten van een expositie over 150 jaar spoorlijn Almelo-Zalzbergen. En die is vanaf na het weekend te zien, van dinsdag tot en met zaterdag, van 1 tot 5. Dankjewel. Dag mevrouw. Goedemiddag. Wilfried Polman. Lisette Rijken. Ja, dat is Trudy, mijn vrouw. Hallo. Hallo. En wij wonen graag in het museum filmen. Mag dat? Tuurlijk. Want het is succeslecht weer nou buiten. Nou, kom maar binnen. Dank u wel. Welkom in het museum voor heemkunde in de textielafdeling. Want we hebben nou een textiel tentoonstelling. Omdat dus in het jaar 2000... hebben 160 musea in Nederland een aandacht besteed aan de textiel. Dus vandaar ook in Almelo. We beginnen hier dus met de fabrikanten. En dit is dus namelijk van de firma Gast. De firma Gast die had dus in Almelo een leerlooierijfabriek. Die zullen dus de meeste mensen wel kennen. Maar voor die tijd maakte hij dus ook drukwerken en ontwerpen. En hier heb ik dus een paar lapjes liggen. Dus dat werd gebruikt, dat is zijde. En dat werd gebruikt voor randen van japonnen en dergelijke. Mets, Liberty, Pander. Dat was niet hier in Almelo, want ja, Almelo is natuurlijk toch een hele arme plaats wat dat aan gaat. Dus dat ging wel dus naar de beter gesitueerde bedrijven. Dat zijn heel bekende merken wat u opnoemt. Pander en zo, die ja, zijn er nu nog. Ja. Maar die gast, deed hij daar als eigen bedrijf of was hij ergens anders in dienst? Nee, het was eigen bedrijf. Dat was dus voordat hij dus begon met die leerlooierij. Ja, ja. Dus dat was voor die tijd. Maar ja, hij zal dus wel meer ambitie gehad hebben, meer willen verdienen. En daardoor met die leerlooierij zijn begonnen. Ja, ja. Dus dat, Nou, en dan werd dus dat gemaakt met de linoleumsnede. Er waren dus patronen en dat was in de Jugendstil periode, dus echt van in de jaren 20. En dan kun je dus de verschillen zien. Hier heb je dan dus zeg maar een levensboom. Dus het is linoleum. Linoleum. Oh ja, dat zei je. Dat is linoleum. En dat werd dan dus uitgesneden en nou gedrukt. Dus wat verschillende afbeeldingen ervan. Hier onder andere de steenmutsen. Hier dus wat meer in kleur. De lopers. Kijk, hier zie je dus wat meer lopers. Hier heb je dus ook nog een stukje van Harry Spannenburg. Ja, ja. Die dus vroeger ontwerper was voor Nijverdal ten Katen. Ja, hij leeft helaas niet meer.
Maar laten we dan toch ook nog maar even zien. Harry Spannenburg heeft ook dat kunstwerk op de Grote Straat gemaakt, hè? Ja. Ja. Maar dat is nog steeds niet helemaal af, want ik heb hem toen eens een keer gevraagd. En die wist toen te vertellen van, ja, er moet nog meer van die figuren bij. Maar hij, is nooit hij verder gekomen. Niet meer, dus zal hij er niet afkomen. Nee, maar het staat er ook al zo lang. Ja, daarom. Hier dat is ook mooi. Ja, hier hebben we dus wat ontwerpen van jacquardweefsels. De werkpatronen die dus gebruikt werden voor het weven. Dus die Jacquard, dat was dus een Fransman en die heeft dus dit ontworpen, zeg maar. Dus wat meer in kleur, kleine details. Zeg maar, zoals het eigenlijk is, dit zijn de grote werktekeningen en dit is dus zoals het dan moet worden. De lab. Nee, hier heb ik ook nog wel wat met kleurtjes. Ja, dat doet in die zin, hè, daarover. Allemaal zo van in de jaren of 20. Indonesisch. Ja, deze kast. Dit zijn allemaal de chemicaliën die dus gebruikt werden om dus die stoffen te bedrukken. Kleuren en ja, wat er dus eigenlijk verder bij van pas komt, want ja, daar heb ik natuurlijk geen verstand van. Hier hebben we dus ook weer twee receptenboeken waarvan de kleurensamenstellingen voor gebruikt werden. Mm-hmm. En hier heb ik dus een stalen boek. Een stalen boekje. Een stalen boek met allemaal designs. Dus daar konden dus natuurlijk dus de kleuren zoeken. Konden ze uitzoeken van nou dat en dat en dat willen we dus allemaal. Maar dat receptenboek, dat is dan wel iets heel bijzonders. Want normaal een receptenboek is een gedrukt boek. En dit is allemaal met een potlood geschreven. Dit komt natuurlijk uit 1926. Dus dit is allemaal met potlood. Ja, maar dat zijn dus... Nou, en twee boeken, dus het is best wel heel bijzonder. Nee. Ja, dat is het. Kijk, want hier staat dus wel bij stoomzijde en katoendrukkerij. Dus je kunt wel zien. Dus stoomzijde en katoendrukkerij. Ja. Nou, en hier hebben we dus een paar doosjes met van die poeder. Dus wat eigenlijk... Verfpoeder? Ja, verfpoeder, maar dat ligt erop. Het is Duits, hè? Ja, het is Duits. Smelt. Ja, nou, waar het vandaan Zwart. Komt, dat weet ik dus niet, hoor. Maar goed, het was afkomstig ook uit de collectie van Gast. Ja. Daar hebben we dus het compositieboek van de Hogere Textielschool. En daar staat dus... Het boek is helemaal met de hand geschreven... En daar zitten dus ook die patronen in van die jacquardweefsels. En daar heb je ook dus de stukjes stof, de voorbeelden en de kleuren zoals dat dus moest zijn. En dat is dan allemaal met de hand geweven en helemaal ingeplakt. Dus nou, dat is eigenlijk best heel bijzonder dat je zo'n boek hebt. Want ja, wie schrijft er nou tegenwoordig nog met de hand? Dat was echt zo in die periodes, in de vorige eeuw, jaren 20, 30. Is dat nou getekend of is dat nou, die zijn getekend? Die zijn ingetekend, geplakt. Ja. En dan dus in die kleine stukjes, die donkere stukjes en de lichte stukjes, dat zijn de stukjes stof, het patroon. Zoals het, dus patroon, zoals het patroon moet worden. Zoals het moet worden. Ja. We hebben hier een vitrine, dat is dus van de fabrikant Egger. En we hebben hier een boek. Egger die kwam dus namelijk uit Zwitserland. Dus dat is dus zijn... daar komt hij dus vandaan. En hier hebben we een boek. Nou, er zitten wel duizenden staaltjes in. Met allemaal borduurlapjes. Zoals dan eigenlijk vroeger was. Een vitragefabriek. Die is dus in 1979, meen ik dat het is. Afgebrand, hè? Is die afgebrand. Ja. Dus we hebben hier ook nog een foto van liggen. En we hebben dit boek, dat was namelijk niet in de fabriek aanwezig, bij iemand thuis. En zodoende is dus het enige wat hier dus over is gebleven van die oude fabriek van Egger. Oh, nou, waar zijn die dan voor? Die rollen die werden dus gemaakt, of die werden gebruikt om vitragepatroon, hè, dus die werden dus in de machine gelegd. En nou, dat ging dan natuurlijk ook automatisch om de patronen voor de vitrage te maken, te borduren. In, hè? Ja. Dit is natuurlijk een soort met kant of zo. Ja, dat is een rand, hè? Die dus eigenlijk... Ja, het waren toch randen. Maar goed, je had het maar grote en klein. Ik weet zelf ook nog iets van Egger. Dat zijn rechterhand, daar was meneer Hangartner. Dat was de bedrijfsleider van het hele complex. En die had een uitvinding gedaan dat als het draadje brak, maar daar hadden ze nooit wat voor, dan ging er een belletje. Dat was in die tijd was dus een mechanische herinnering van pas op, er is een draadje gebroken. Dat zijn dingen, ja, dan moet je net in zo'n fabriek gewerkt hebben. Hier heb ik dus een vitrine dus met mutsen
En ik heb hieronder dus namelijk een heel plateau gelegd hoe een muts, een Twentse muts, hoe dat die eigenlijk, een knipmuts, hoe dat die dus eruit ziet als die helemaal uit elkaar is. Kijk, en je hebt hier dus de stroken en dat werd dus, ja, als het te duur was, dan was het dus met gekloste kant. En het kopje, dus het kapje, dat was dan met geborduurd, helemaal met de hand. Dus daar is eigenlijk, ja, een heel mooi gezicht om dat zo eens een keer te zien. Het zijn heel veel mensen die het dan, die kennen wel een knipmuts, maar niet als die uit elkaar is. Hier heb ik dan dus zeg maar zo'n zondagse muts uit 1920. Ja, wat voor verschil zit erin dan in een zondagse muts en een daagse muts? Maar dan is die dus zeg maar heel eenvoudig zonder de kant. Ja. Of ze hebben een mutsje op zonder die dat... Die heeft kant en die niet. Ja, die heb ik hier dus niet staan, want dan is het vaak gewoon een werkmutsje. Dan hebben ze niet die kappen erop. En dat geplooide? Ja, dat hoort erbij. Dat is bij dat zondagse... Ja. Dit beursje is het, geloof ik. Hè? Wordt het gebruikt als geld, voor geld in te doen? Ja, dat is een portemonneetje. Een portemonneetje. Die ze gewoon bij zich droegen? Of ja, nou, ze hadden zit dus... Zit er meestal een kettingje aan? Nee, maar wel een zondagsding voor in de kerk. Ja. Dan krijg je een tasje. Dat komt dus verder in de tentoonstelling. Over. Dat kun je dan ook nog zien. Maar dit is een beursje. Hier kun je dus geld in doen. Ja. En dat zat dan in het tasje. Maar dat is dus allemaal met kraaltjes. Hè. Dat is dus mooi. En een zilveren beugeltje dus eigenlijk eromheen. Ja. Schitterend. Ja, ja, prachtig, hè? Ja, heel erg. Ja. Dit is dus een rouwmuts. En die is dus dan gemaakt zonder kant en dergelijke. Dus dat is allemaal helemaal glad. Heel sober. Dit is zilver, ja, want als je in de rouw bent, mag je geen goud dragen, dan draag je dus namelijk zilver. Dat was een feestvestje en dus helemaal geborduurd, dus met sterretjes. En de knoopjes, dat zijn roosjes en die zijn dus geborduurd. Dus het zijn geborduurde roosjes, de geborduurde knoopjes. In dit museum, in ieder geval iets ligt van Salomonsen. Maar Salomonsen, die is... wordt niet geëerd in Almelo, terwijl hij de man is die het meest van Almelo gedaan heeft. Ja. Ja. Zelfs zijn oude villa is nog afgebroken. Ja. Voor niks. Want, ja. We komen hier aan de vitrine van de baby's en kleine kinderen. Dit is dus een zak. En wanneer je die knoopjes die dus daar zitten losmaakt, nou, dan komen dus wat flapjes uit. En dan werd dus een baby helemaal ingebonden met strikken. En dan ging dat weer dicht. En ik denk haast dat ze dat meenamen als het kind gedoopt werd. Ja. Nou, daar hebben we dus een slapje. En daar hebben we een jurkje. En die kant, die is helemaal met de hand geborduurd. Dus nou moet je zien hoe bewerkelijk dat dus eigenlijk is. Want het is onderwerp. Heel fijn hoor. En je hebt hier dus een doopjurk. En die kant die eraan zit, die is helemaal met de hand geborduurd. Dus er zit ook echt aardig wat aan. En als je dus aan de onderkant zou kijken, nou, dan is die dus echt wel zo 2 meter, minstens 2-3 meter wijd. En hier heb je dan ook eigenlijk de stof zelf, maar dat is heel slecht te zien op de film. Dat is dus dat jacquardweefsel, ja, waar we het dus in het begin van de film over gehad hebben. Ja. De doopjurk gemaakt is, dat is van de jacquardweving, waar we het dus in het begin van de film over gehad hebben. Die bloemen die dus in de stof zijn geweven. We hebben hier in de volgende vitrine komen hier dan een japonnetje of een jurkje. Jongetjes die droegen vroeger ook jurkjes. Zo. Dat is een jongetjesjurkje. Dus je kunt wel zien, er zit dus weinig aan, wel een kantje, maar dus heel weinig. Dus het is echt maar een... En daar hebben we dus een heel mooi meisjesjurkje, dus ook weer volop kant. En daar hebben we een kinderlijfje. Met belijntjes erin. Nou, het lijkt wel een corsetje, maar... Ja, nou goed, dat hadden ze denk ik dan vroeger ook al. En dan kun je je niet voorstellen dat een kind daar al in Zoals de kinderen hebben nog ingepakt. Ja. En hier heb ik dus zeg maar een babyjakje uit 1895. Zo. Dat was een boerenjakje. En met 2 mutsjes. En dat is een jongetjesmutsje. Daar zit dus van achteren helemaal geen plooitjes aan. En deze, dat even mutsje. Dus er zitten achter op de kop zitten dus wel geplooid. Echt voor een meisje. Dat is er dus met een bruidsjurk. Met een Q achterwerk. Dus zeg maar alles wat aan de achterkant eigenlijk zit. En die staat op een etalagepop. Dat is de oudste etalagepop van Nederland. Die is gedateerd van 1850. En die is vroeger gebruikt door de firma Kierig in Almelo. Ja, dus de firma Kierig die zal dat... oude mensen zullen dus nog wel weten wat de firma Kierig is. Overal gezien, maar bij Kierig gekocht. Ja. En nou, deze etalagepop die is in het bezit van het Museum voor Heemkunde in Albergen.
En toen ik dus eigenlijk liet horen aan mensen van, nou, ik heb ook nog een bruidsjurk met een Q. Oh, nou, dan mag je dus bij mij, mag je dus pop wel komen halen. En dan kun je hem er dus zeg maar zo op deze manier op zetten. Dat noemen ze een Q? Ja, dat is dus echt zo met een hele dikke kont en ja. De borst zo helemaal vooruit. Dus, en dat is dan weer maar opgevuld. Zo. Ja, ja. Dat maar wat is de achterkant? Heel... Dit is de achterkant. Ja, ja. Dus dat is echt zo van, nou, ja, het moest natuurlijk omdat toch... Een trouwjurk was, ik denk, nou, dat zal de voorkant wel zijn. Kun je niet zien dat ze in verwachting zijn. Nee, was toch niet in verwachting. Nee, dat is echt zo, dat gat was zo. Er is een vrouw in een feestjurk, uit ongeveer uit 1930. Allemaal met kraaltjes en, ja, dus echt een uitgaansjurk is het. Dat is ook een laag decolleté, hè? Ja. Supermodern. Dat hadden ze toen ook wel, ze waren niet zo preuts. Als ze uitgingen liet die speld, is dat die gouden speld, is dat een Twentse speld? Nee, dat is geen Twentse speld. Die heb ik dus van iemand, nou ja, die pop een beetje fantasie geven. Dus eigenlijk de kleding en zeg nou, een mooie speld erop. In feestkleding, en dat kun je wel zien, de muts, die heeft dus ook van die mooie blauwe linten. En daar zit dus ook nog wat blauw boven het kant, wat dan aan de muts vast zit. En die heeft dus dan zeg maar nou een feestjurk aan met haar feestschort, een kralenschortje. Jurk. Die de dame aan heeft. En die is gekocht in een zaak in Den Haag. Waar prinses Juliana haar bruidsjurk gekocht heeft in de tijd. Mm-hmm. Dus dat is best wel heel bijzonder. En daarboven draagt ze dus een cape. Die is dus ook zo gedragen door een dame in Den Haag. Die tas, die dus de dame, die hoort eigenlijk min of meer dus bij de jurk. En die is gekocht in Berlijn uit 1920. Dus die past natuurlijk ook wel heel mooi eigenlijk bij het geheel. He, dus het is wel een hele... Ja, zo ging dus die dame dan in Den Haag nog uit, zo in de jaren 50. Mm-hmm. Dus die cape die dus over het geheel hangt. Nou, dat is dus helemaal van fluweel en met de hand geborduurd. En hij is helemaal gevoerd van zijde. En zo heeft dus die dame in Den Haag dat dus zo samengedragen in de jaren 50. Dus zo zal ze wel naar de Schouwburg zijn gegaan. Ja. Mevrouw, is dat een hoedendoos? Ja, dat is een hoedendoos van de firma Lepelman. Die hadden een hoeden- en pettenfabriek op de Grote Straat, 78. En er zullen best nog wel heel veel ouderen weten waar dat geweest is. Ja. Tijd in strohoeden en pelswaren. Dus dat was een specialiteit. Nou, ja, maar dat hadden ze ook in die tijd, hè? Ja, dus dat... Hier een vitrine met de stempels. En die werden dus gebruikt... zoals bij Nijver Dalt en Katen, die weeft dus natuurlijk rollen. En dan werden dus die stempels gebruikt in het begin van de rol en op het eind van de rol. En zo konden ze dus dan, als ze geëxporteerd werden, konden ze dan zien dat er dus niks afgeknipt was op het tussendoor. Want en dat is dus de fabriek waar het dus dan gemaakt wordt. Dat is dus van Nijver Dalt en Katen. Hier heb je dus zeg maar... Het torentje, waar nu nog eigenlijk die exposities allemaal zijn. En hier heb je dan het bruggetje. En hier was vroeger het scheepvaarthuis. Ja, wat nu dus die ronde dingen is. Nou, en dat oude station dus nog erbij. Oude station? Dat was de Groene Kaas, hè? Dat gevalletje met die grote lange pijp. Of is dat toch wel? Nee. De grote lange pijp is van Scholten. Dit is van de Katen. Ja. Die schoorsteen is weg. Dus die zijn dus de stickers die dus ook dan geplakt werden op die rollend stof. Want als het uit in Indonesië kwam, die mensen konden ja dan niet lezen. Dus, en dan konden ze dus aan gelang van de tekeningen en de drukjes konden zien waar het vandaan kwam. En dan heb je dus een Ans Welheim, Oud-Marsumse straat. Dus dat is ook een textielfabriek geweest, denk ik. Nee, dat was een linnenindustrie. Linnenindustrie, ja. Ja, nou dan heb ik hier dus nog wat verschillende... etiketten van. Hier dus een mooi oud broekje. Dit is nog wel helemaal met de hand gemaakt zou je haast kunnen zeggen. Gestukt en wel. Dus ik denk haast dat dat een voorloper is geweest van de spijkerbroek die we tegenwoordig zo hebben. Maar hier heb je dus zeg maar de stalen. Hè? En je ziet dus wel de stempels die dus dan gebruikt worden. Hier de tekening. Nou en hier heb je dus eigenlijk ook weer de tekening. Twentse Overijsselse... drukkerijen. Hier die stempels die lagen dus ook in die vitrine daar. En daar heb je nog een hele mooie oude stalen lap van Koninklijke Stoomweverij Nijver Dalt en Katen. Dus dat ding heel oud is.
Je zegt dat nou net van die plaatjes, hè? Ja. Die Sikkens, die heeft in Afrika verven geleverd, twee componenten verf. En die konden ze die mensen niet aan het verstand brengen dat ze dat goed moesten roeren. En we hebben ze daar opgelost, hebben ze twee kleurtjes gedaan en hebben ze gezegd, dan moet je net zo lang roeren tot je een mooi roos kleurtje krijgt. En daarmee was het opgelost. En ja, die ja. Nou, en dat werden dus ook zoals daar zo, dus dat ze zijn gebatikt. En ik heb daar nog een lapje, dus daar zit de was nog op, want batikken gebeurt dus met was. Ja. We hebben hier dus een afbeelding van het boek van de gebroeders Spalt uit Almelo. En die hadden dus ook een stoom- en ververij en die maakten dan ook stempels. En die stempels, om stoffen te drukken, die stempels die zijn dus verkocht aan de familie Vloedgraven uit Staphorst. En hier kun je dus eigenlijk op die stofjes nog zien te drukken. En het is hoofdzakelijk zwart-wit, want in Staphorst zijn heel veel mensen die dus eigenlijk jarenlang in de rouw lopen. Hè. Dus mijn buurvrouw, haar moeder is over hier dus zo'n lapje met al die drukjes erop en dat is zwart-wit. Want in Staphorst heb je namelijk, de vrouwen die zijn heel vaak constant in de rouw. Want als mijn buurvrouw haar moeder overlijdt, moet ik in de rouw. En als er een nichtje overlijdt, dan lopen ze 2 jaar in de rouw. En als de man van de vrouw overlijdt, wel 4 jaar in de rouw. Dus zodoende hebben mensen dat ze eigenlijk constant in de rouw zijn. Maar wanneer ze naar het buitenland gaan, als ze in de rouw zijn, en ze komen in het buitenland, dan gaat de rouw af en dan mogen ze dus de kleurtjes dragen. Mm. Dat zijn dus deze dingetjes. En die stippeltjes. En deze? Dat zijn ook blokken, de stempelblokken. En hier maakten ze zeg maar tafelkleden van en kussens en dergelijke. Ja, ook speciaal voor Staphorst? Of, ja, dat wordt in Staphorst nog steeds gedaan. Ja, ik heb dus daar aan die andere kant ook nog wel wat een grotere lap hangen. Mm-hmm. Dit, dat zie je nog wel vrij veel, hè? Dat zijn wel die motiefjes, ja. Maar die komen hier weer terug, maar dan zijn het... Zijn ze wit. En hier heb je ze in kleur. En dan zijn ze niet in de rouw. Ja. Nou, mevrouw Rijken, of mag ik inmiddels Lisette zeggen? Ja, we hebben al zoveel met elkaar gepraat. Hè? Ja hoor. Hartstikke bedankt. Ik vond dat u er erg veel van wist. Ja. Ik vond het ontzettend interessant. Ik denk dat mevrouw Traudy het nog interessanter gevonden heeft. Ja, dat vond ik heel erg mooi. Die heeft vroeger op het laboratorium van Spanjaard gewerkt. En daar deed ze dus de proeven op de stoffen. Ja, ja. En, nou, dan zouden ze mij nog wat kunnen leren dan. Mogen wij straks ook wat in dat boek zetten, dat we het leuk gevonden hebben? Heel graag zelfs. Ja? Ik heb het met heel veel plezier gedaan. En ik hoop dus dat de mensen die dus naar de film kijken, dat ze er heel veel oude herinneringen zullen ophalen. Zoals ze hier dus nou gezien hebben. Ja, nou, dat zullen ze vast. Want, ja, graag gedaan. Ik denk dat iedereen het leuk vindt. Goed, dankjewel.